vandaag allemaal gaat gebeuren. We hebben drie verschillende dingen om te doen. We hebben een springkussen, we hebben een street dance wedstrijd. En ik hoop echt dat iedereen gaat dansen en zich laat zien van de beste dans. You know what it is. Dansen? Ja. Hebben jullie wat geleerd? Ja, heel veel. En misschien moet ze voordoen wat ze geleerd hebben. Kan je wat voordoen? Oké. Dat ziet er al heel goed uit. Gaan jullie ook meedoen aan de wedstrijd? Ja, ik vind het wel leuk om op te treden. Ga je later ook nog wat meedoen met street dance? Dat weet ik nog niet. Volgens mij wel, ik weet het niet. Heb je ook gedanst? Ja. Hoe vond je het dansen? Leuk. Wat heb je geleerd? Heb je nieuwe leuke dingen geleerd? Het gaat er eigenlijk om dat we dit wilden doen, dat de gehandicapten en de zieke kinderen wat meer onder de belangstelling komen. Want dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we deze dingen doen. We doen dit al 6 jaar. Dus op een gegeven moment krijg je wel bedrijvigheid in het organiseren van bepaalde dingetjes. We hebben het niet alleen georganiseerd. Wij hebben de prijs gewonnen van de gemeente. En hebben daardoor ook een organisator gekregen die dus ook de grote dingen voor ons geregeld hebben. Maar het gaat er ons om dat er gewoon de kinderen wat meer in de belangstelling komen. En vooral ook de gehandicapten. En dat er wat meer samenwerking komt. En dat de multiculturele maatschappij zoals die nu is, dat dat meer betrokken wordt met elkaar. Want dat vinden wij gewoon heel belangrijk. En dat Eiburg een stukje leuker gaat worden. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Wat doet het nu? Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen? Ik weet nog, mijn partner die lag heel ziek op bed. En op een gegeven moment, ik kreeg een kaartje in mijn handen. Ik ben naar huis gegaan. Toen heb ik het kaartje aan Nick gegeven. En hoe hij daar verderop kwam, op het ziektebed, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, het kwam meer van omdat de kinderen uit de buurt, vooral bij blok 17, alleen maar aan het dansen waren. Ze kwamen bij ons, we zetten ook muziek op, we denken meer aan de kinderen. En zodoende van, toen dat idee kwam, het beste idee van Eiburg, dacht ik van nou, street dance, want het is nou best wel een hot item. Hè, iedereen die ziet op tv, Voice of Holland, Got Talent, whatever. Nou, zodoende hebben we deze als een insteek gedaan en het is heel goed uitgepakt, want we zijn de eerste geworden. Hoi. Ik
Thijs. Thijs. Ik ben Thijs. Hoi. Hoi hoi. Ik ben Thijs. Jeetje, van wel. Ja. Nou, leuk. Was het moeilijk om dit allemaal te organiseren? In een korte tijd was het best wel moeilijk. Het is, zelf zijn we ook gehandicapt, maar we hebben een belofte gemaakt en we hebben het in de korte tijd hebben we het allemaal op de poten gezet. We zijn er best druk mee geweest, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Flyeren, reclame maken, contact opnemen met mensen, e-mailen. En je ziet het, dit is het resultaat. Hoe vind je het? Goed. Vertel eens wat meer. Nou, hoe komt los? Kom je los? Ja, ik kom los. Eindelijk meer energie. En met dansen kom je los en dan vertel je wat je zelf hebt meegemaakt en beleefd. En dan... Ben je een beetje moe? Nee. Nee? Ik ben niet moe. Ik denk dat je heel mooi hebt gedanst. Dankjewel. Dat heb ik van mijn moeder. Ah. En mijn oma. Ja, en mijn tante. Ik heb natuurlijk die prijsvraag ooit uitgeschreven. Ja, dus het is natuurlijk hartstikke leuk dat nu eindelijk de activiteit ook echt georganiseerd is. Ja. Dus daar zijn we ook als Stadsdeel trots op. En ja, we hopen dat dit ook misschien weer tot meer gaat leiden. Omdat, dat is het altijd idee. Ik ben zeer onder de indruk hoeveel mensen hier een ontzettend leuke middag hebben gehad. Dankjewel. En daar gaat het allemaal om. Vergadering. En jou ook feliciteren. Voor jou hebben we natuurlijk ook een bloemetje. Oh, dankjewel. Nee, maar kijk, Eiburg kan niet zonder initiatieven van mensen die zelf zeggen en nu gaan wij het doen. Daar was die prijsvraag ook voor bedoeld. Ja. En nu heeft het geleid tot dit mooie evenement. En hopelijk zien heel veel Eiburgers dan ook van dat smaakt naar meer.